Hallo. Hi. Hoe is het? Goed. En jou? Ook goed, dankjewel. Kom binnen. Hey, jammer. Vertel even. Waar kennen we je eigenlijk van? Waar kennen we mij van? Van internet, denk ik. Wat doe je allemaal dan? Ik blog. Maak receptjes. Video's. En hoe heet dat? Heet dat Jelmer? Of, Jelmer. Geen troep. Heet ik ook wel. Ik ga zitten. Waarom heet je geen troep eigenlijk? Ja, dat is een heel lang verhaal. Wil je dat horen? Ja, graag. Vroeger dacht ik nog dat dingen ongezond waren. Ja, en toen noemde ik dat geen troep. En dat is een beetje een erfenis gebleven. Wat was de laatste gedachte die je had voordat de bel ging? Het zit mijn haar wel goed. Heb je moeten opruimen voordat we kwamen? Nee. Waar zijn we eigenlijk? Is dit jouw huis? Nee, dit huis is van mijn broer. En waarom zit je hier? Omdat ik even op zijn konijnen moet passen. Ja. En kun je ze laten zien? Wil je de konijnen zien? Ja, ga. Top. Lus je konijnen? Ik lus wel konijnen, ja. Ja, misschien. Er staat ook een barbecue achter. Wat heb je vandaag aangetrokken? Ik heb mijn mooie Forever outfit aangetrokken. Doe je nog wat anders naast je blog? Ja, ik ben een boek aan het schrijven. 7 september komt die. Waarover? Over taarten en sixpacks. Oké, kan het samen? Ja. Kun je het laten zien? Dat moet samen. Nee, ik kan het niet laten zien. Wat voor spannende projecten ben je voor de rest nog aan het doen deze week? Deze week ben ik vooral aan het werk bij Changing Life. Dat is het moederbedrijf van Personal Body Plan. Oké, het is nog wel een beetje vaag. Personal Body Plan is een online coach om je fysieke doel te halen. En Changing Life is daar het moederbedrijf van. Ook van Doormiel, ook van Forever. Daarom heb ik dit ook aan. Hey, over Doormiel gesproken, wat ligt er in je koelkast? Toevallig ligt dat in mijn koelkast. Want ja, eigenlijk kook ik helemaal niet zelf. Dat is allemaal een leugen. En hoe zit het dan met al die filmpjes die je maakt? Ja, dat is allemaal gespeeld eigenlijk. Hé, hey, en wat heb je vanochtend gegeten? Niks. Wat was je laatste cheat? Ik cheat ook niet. Wat was je laatste echt lekkere maaltijd? Ik denk dat ik in New York een truffelburger heb gehad. Toch weer die truffel? Ja. Zullen we hier gaan zitten? Ja. Hou je van schaken? Misschien moet je het me leren. Ja, ik kan het dus ook niet. Het staat hier voor de sier. Wanneer ga je weer trainen? Vandaag. Waar train je? In de Changing Life Hub natuurlijk. En dat is in Amsterdam? Ja, dat is eigenlijk bij mijn werk. Wat was de eerste sport die je deed? Ik zat op gym toen ik 3 was. Maar was dat een succes? Nou, eigenlijk wel. Ik kan nog steeds handstand. Wil je hem even voordoen? Ja, is goed. Nee, dat lukt toch niet. Kut. Hey, en wat is er nou beter op aarde dan een sixpack? Niks. Welke oefening kan je voor geen meter? De handstand. Laat even zien hoeveel sportkleding je hebt. Hoeveel sportkleding ik heb? Dan moet ik helemaal naar boven rennen. Heb je even? Cardio. Ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel sportkleding. Ik heb nu wat aan. Ik heb wat mee. Ik draag altijd een hemd. Want ja, ik moet wel een beetje wat showen. Wat is je favoriete sportmerk? Forever natuurlijk. En je favoriete sneakermerk? Adidas. Welke persoon heb je als laatst gebeld? Jenny, denk ik. Wie is Jenny? Geen commentaar. Met wie heb je voor het laatst ruzie gemaakt? Met Jenny, denk ik. Wat is de grootste misopvatting over jou? Dat ik womanizer ben. Ik heb trouwens dorst. Wil je wat drinken? Ja, lekker. Maar je favoriete volger? Hij is mijn manager, denk ik. Wat is de meest grappige opmerking die je ooit onder je foto's hebt gehad? Wie de fuck is Jelme de Boer? Kun je eigenlijk zelf je Instagram even laten zien? Ja, dat kan. Wat is het meest dierbare contact dat je hebt overgehouden aan je blog of je Instagram? Jenny, denk ik. Wat deed je voordat je Insta-famous werd? Ik was personal trainer. Ik ga weer even zitten. Hey, kun je ons jezelf laten zien waarvan je nog niet zeker weet of je die wel kunt posten? Ja. Ja, ik was een video aan het maken onder de douche. Dat was een beetje op het randje. Zelfs voor Jelmer de Boer. Ja. Als je nog één ding mag leren in het leven, wat zou het zijn? Communiceren met vrouwen. Wat is het mooiste compliment ooit gekregen en wie gaf jou die? Wie de fuck is Jelmer de Boer? Wat is je favoriete chocola? Een Milka Oreo. Wat is je favoriete serie? De Vlogs van Casey Neistat. Wat zou je doen met de uren als je niet zou sporten? Eten. Wat denk je als je jezelf googelt? Geen idee. Zoek je jezelf wel eens op internet? Ja. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Gisteren. Waar heb je gezocht? Op Elk Girl Talk, een forum. Wat kwam je tegen? Wie de fuck is Jelmer de Boer? Op wie ben jij een stuk jaloers? Op mijn manager. Waarom ben je jaloers op je manager? Omdat hij veel schoenen heeft. Denk je ooit te stoppen met trainen?
Nee. Wat is het liefste dat je ooit voor een persoon hebt gedaan? Ik doe geen lieve dingen. Wat is je favoriete winkel? Amazon.com. Praat je jezelf? Ja, toch? Ja. Ja. Op welke televisiester ben jij een beetje verliefd? Op die chick van Game of Thrones. Wat is je favoriete eiwitshake smaak? Ik neem geen eiwitshakes. Wanneer vond je jezelf voor het laatst sexy en waarom? Net, omdat ik zo knap ben als ik lach. Wat is je bijnaam? Milne. Kun je die uitleggen? Ik ben kennelijk een kaaskop. Wie maakt je altijd aan het lachen? Ikzelf. Wat heb je altijd al willen doen, maar durf je niet? Drone in New York. Wat is het meest coole item uit het huis van je broer? Mijn drone. Wat heb je voor het laatst opgenomen met je drone? Ik denk video's in Hawaii. Gebruik je eigenlijk beautyproducten? Ja. Wat zijn je beautyproducten? Een concealer heb ik, want ik heb een hele dikke pukkel op mijn neus. Wie zou je voor één dag willen zijn? Mijn manager. Wat is het eerste wat je iedere ochtend doet? Mijn ogen open. Wat ga je vandaag nog doen? Ik ga een scriptie lezen en dan ga ik trainen. Een scriptie lezen? Ja, iemand is afgestudeerd bij mij. En die moet ik nog beoordelen. En wat is je favoriete plek uit het huis? De deur, want je gaat er weg. Doei.